de shovel, pak je zo zo'n steen op en verplaats je hem. Maar zo ging het natuurlijk in de tijd van de hunebedbouwers niet. Waarschijnlijk gebruikten ze daarvoor van die boomstammen. En ik ga eens even kijken hoe dat werkt en of ze er gemakkelijk overheen rollen. Nou, dat ging dus voor geen meter. Dan zie je maar de theorie, dat is altijd wat anders dan de praktijk. Maar ik denk dat de balken te dicht bij elkaar lagen. Dus ik ga het nog eens proberen. De stalen os staat hiervoor. En die moet die steen maar eens vooruit trekken. Nou ja, zo dus ongeveer.